Mijn naam is Arjen Zuurmond, ik ben gemeentelijke ombudsman voor de regio Amsterdam. En als burgers klachten hebben over de overheid, dan ontvang ik ze graag om samen met hen tot oplossingen te komen. Zo komt er een kok bij mij langs, heeft een restaurant gehad of heeft daar gewerkt en na 23 jaar is hij werkloos geraakt. Hij heeft nog een aantal maanden gewerkt voor zijn baas, terwijl er geen geld was. Dan gaat het bedrijf failliet. Hij gaat naar de sociale dienst en vraagt een uitkering aan. Daar zeggen ze, ja, bij ons moet u niet zijn natuurlijk. U moet naar het UWV, want u heeft WW-rechten. Dus hij gaat naar het UWV. En wat zeggen ze daar? Ja, dat kan natuurlijk niet, want u heeft geen adres. Dus gaat hij naar burgerzaken. En wat zeggen ze daar? Misschien dat u eerst even een uitkering gaat aanvragen bij de sociale dienst. Een rotonde zonder afslagen. Een tweede voorbeeld is misschien wat schrijnender. Het gaat over een partner die met haar, over een mevrouw die met haar partner naar Engeland is en in Engeland overlijdt de partner. Het lichaam wordt gerepatrieerd en ze krijgt toestemming tot begraven, maar omdat er wat ruzie is met de county in Engeland, krijgt ze geen akte van overlijden. Als ze enkele maanden later de auto of de parkeervergunning op haar naam wil zetten, belt ze op met de gemeente en dan zegt de gemeente, en je begrijpt eigenlijk niet dat ze dat durven te zeggen, mevrouw, u kunt wel zeggen dat uw partner overleden is, maar wij gaan daar niet van uit. Het derde voorbeeld betreft een man die 23 keer een boete krijgt. Wat is er met de beste man aan de hand? Hij is invalide, maar hij heeft ook een mantelzorger. Hij is niet heel erg makkelijk in de omgang. Af en toe heeft hij ruzie met die mantelzorger. En op een dag stuurt de gemeente, net in zo'n periode dat er ruzie is en die mantelzorger dus niet komt, een briefje, een formulier eigenlijk, voor de verlenging van zijn gehandicapte parkeerkaart. Nou, die vult er niet in, want hij begrijpt het niet zo goed. En vervolgens, ja, krijgt die man 23 boetes achter elkaar. Dan kun je je natuurlijk afvragen waarom ze überhaupt zo een brief sturen. Hè? Ze denken bij de gemeente kennelijk dat die benen weer aangroeien. Maar je kunt je ook afvragen van had er nou even niet gebeld kunnen worden na 2 of 3 keer een boete sturen en geen reactie. Ik heb u 3 casus laten zien. In het vervolg van het college ga ik u vertellen hoe je met zulke concrete casus aan de slag kan gaan om als organisatie te leren. Toen ik begon als ombudsman, heb ik natuurlijk gekeken van hoe hebben ze het tot nu toe gedaan. Toen ik daarnaar keek, viel het me volgende mij op. Eigenlijk al 10 jaar lang steeg het aantal klachten, elk jaar. Er werden ook heel veel rapporten uitgebracht, zo'n 100 per jaar. En er werd netjes geconstateerd dat 95% van alle aanbevelingen werden opgevolgd. Dat is natuurlijk een beetje raar. Als je alle aanbevelingen opvolgt, zou je verwachten dat de klachten langzaam maar zeker teruglopen. Dus ik ben gaan nadenken over de vraag, moet dat nou zo? En mijn conclusie was, ik moet op een andere manier gaan interveneren. Ik gebruik het inzicht van Confucius om te leren. Hè? Confucius zei, vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken. En met dat principe, het eigen maken van organisaties, ben ik aan de slag gegaan. Ik gebruik die inzichten van Confucius, maar er is niks zo praktisch als een goede theorie. Dus je moet wel theorieën hebben waarmee je gaat werken. De eerste theorie gaat over bureaucratisch dysfunctioneren. Hierbij gebruik ik de theorie van Jorrit de Jong. Hij onderscheidt 4 niveaus van dysfunctioneren. Het eerste niveau, dat is eigenlijk het niveau wat we allemaal kunnen zien, dat is het uiterlijke gedrag van een organisatie. Te lange wachtrijden, niet antwoorden op telefoontjes, ingewikkelde formulieren. Amerikanen noemen dat red tape. Maar daaronder zit een structuur. Dat is het tweede niveau. Op structuurniveau gaat het over verkeerde werkprocedures, niet goed op elkaar afgestemde loketten, dat soort werk. Het Haagse jargon noemen we dat verkokering. Maar daaronder zit nog weer een derde niveau van dysfunctioneren. Dat is het niveau van de cultuur. Dan gaat het over de normen en waarden van een organisatie. Het kan te ambtelijk zijn, te formeel juridisch, te afwachtend. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat je niet goed geholpen wordt. Het allerdiepste niveau, dat wordt door de Jong genoemd statecraft. Dan gaat het over de meest diepe veronderstellingen die een organisatie heeft ten aanzien van haar wezen. Voor het effect van bureaucratisch dysfunctioneren kan je je 2 vragen stellen. Is het verlies dat je leidt materieel of immaterieel? Of is het verlies individueel of collectief? En als je die 2 tegen elkaar afzet, heb je 4 vormen van verlies. Het meest eenvoudige is materieel individueel, dan verlies je tijd en geld. En naarmate je dieper gaat,
in die verschillende lagen die de jong onderscheidt, wordt het meer immaterieel verlies en het collectief wordt dan meer gevoeld, het collectieve verlies. En uiteindelijk kom je dan op het idee van maatschappelijke onrechtvaardigheid, dat daar het echte verlies zit. Naast een inhoudelijke theorie over waarom organisaties verlies leiden, heb je ook een interventietheorie nodig. Daarbij gebruik ik de inzichten van Guba en Lincoln. Is al een boek uit de jaren 80, maar zij hebben het over de vierde generatie evaluatiemethodes, om dat af te zetten tegen eerdere methodes. In de eerdere methode was eigenlijk er sprake van een klassieke expertevaluatie, die ging meten, dan ging die beschrijven wat er mis was en dan kwam hij of zij tot een oordeel. In modernere vormen van evaluatie ga je evaluatie zien als leerproces. Dan ga je ook over waarden met elkaar praten en is het veel meer op leren en interacteren gerichte manier van evalueren. En dat is ook de manier waarop ik werk als ombudsman. Ik heb nu twee theorieën uitgelegd over bureaucratisch dysfunctioneren enerzijds en hoe je interveneert anderzijds. En ik ga u nu laten zien hoe ik dat toepas in mijn praktijk als ombudsman. In mijn praktijk als ombudsman maak ik allereerst een onderscheid tussen incident, iets wat eenmalig fout gaat, probleem, iets wat regelmatig fout gaat met een structurele oorzaak, of echt fundamentele vraagstuk. Op het niveau van incidenten ben ik vooral een bezemwagen. Ik ga geduldig reparerend, organisaties maken nu eenmaal fouten, kleine dingen herstellen, ik praat nergens over, ik zorg dat het gesprek veilig is en ik zorg dat er een oplossing komt. Het is volledig dienend. Het voorbeeld van de kok met de rotonde zonder afslagen heb ik op die manier opgelost. Even bellen met de sociale dienst, gezegd, kunnen jullie die niet een tijdelijk adres geven? Het antwoord was ja. Toen kreeg hij zijn uitkering van de WW weer en hij was weer aan de slag. Het tweede niveau is al wat ingewikkelder. Dan zit je op het niveau van problemen, dan is er structureel iets fout. Dan moet je niet met één ambtenaar praten, de uitvoerend ambtenaar, maar eigenlijk ook met het management over de vraag, hoe komt het nou dat jullie dit zo fout doen? Eigenlijk doe je dan reflectie op de organisatie. Daar gebruik ik allerlei organisatiekundige inzichten voor, zoals overheid 2.0, het denken in processen en ketens. En zo zijn er verschillende manieren van kijken die ik gebruik om op dat niveau organisaties te verbeteren. Zo heb ik de mevrouw van de partner overleden was, heb ik geholpen door met de G4 samen nieuw beleid te maken over hoe gaan we nou om als iemand wel begraven is, maar er toch nog een papiertje ontbreekt. Het is na een half jaar werken, hebben we daar een beleidsnota voor geproduceerd. Iedereen tevreden en alle vier de grote steden doen ze het nou op die nieuwe manier. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die manier met de 23 boetes. Daar heb ik de Belastingdienst opgebeld en gevraagd van zouden bij jullie niet een belletje moeten afgaan? En zouden jullie niet zelf een belletje moeten plegen? Dat klinkt eenvoudig, maar daarvoor moest het IT-systeem worden aangepast. Daarvoor moesten ook de afspraken worden geherijkt. Maar na verloop van tijd zie je toch dat een Belastingdienst daarin slaagt. Het meest fundamentele probleem pak je aan op een hele andere manier. Dat doe je door experimenten. Zo ben ik de dag voordat ik benoemd werd als ombudsman, heb ik me verkleed als zwerver en heb ik een uitkering aangevraagd. Een dakloze uitkering. Na vier intakes kreeg ik aan het eind van de dag een bedje toegewezen. Maar toen ik vroeg waar dat bedje was, toen zeiden ze, ja, daar moet u acht maanden op wachten. In de tussentijd gaat u maar slapen bij vrienden. Maar ja, die heb je natuurlijk niet, anders ga je niet zo'n uitkering aanvragen. Toen ik ombudsman was, heb ik de mensen bij elkaar geroepen. En toen bleek dat er 6 wetten waren die het onmogelijk maakten dat bijstandsmoeders een dakloze gingen opvangen. Terwijl er wel 6.000 bijstandsmoeders in Amsterdam zijn die in principe dat zouden kunnen. Wat we gedaan hebben is die wetten omzeilen en samen met de uitvoeringspraktijk zijn we gaan experimenteren. De eerste 10 mensen zijn geplaatst en de allereerste die geplaatst is was een jongen, die was 23 jaar, had 2 jaar bij het Leger des Heils geslapen. Had geen rust daar en toen hij bij die bijstandsmoeder op een kamer kon slapen, kon hij weer lekker slapen. En na 2 maanden was hij zo uitgerust dat hij weer kon solliciteren en na 4 maanden had hij een baan. De moraal van dat verhaal is dat als je gaat experimenteren, dan leren organisaties heel fundamenteel dat het echt ook anders kan. En dat reserveer ik voor die hele moeilijke vragen, want in het voorbeeld zie je eigenlijk de transformatie van een organisatie. Dat je ziet dat ze terug moeten en dat de samenleving zelf organiserend vermogen heeft en dat eigenlijk de wetten dat zelf organiserend vermogen in de weg zitten en dat we dus die wetten een stukje moeten redresseren. Ik ga met u afronden. Je kunt dus op 3 niveaus verbeteringen doorvoeren en eigenlijk raad ik u aan in uw organisatie alles tegelijkertijd te doen. Zowel kleine incidenten oplossen, structurele problemen oplossen en tegelijkertijd af en toe een klein
experiment dat radicaal anders is, dat echt uitgaat van zelforganisatie van de samenleving. Maar dat kunt u alleen maar doen als u ook lol durft te maken in de organisatie. Zo noem ik het althans bij mij. En dat bestaat uit luisteren, oplossen en leren. Eerst luisteren, tijd nemen voor klanten, doorvragen, open vragen stellen. En dan niet gaan uitleggen wat de procedure is, maar kijken of je het samen met de klant kan oplossen. Resultaatgericht. Natuurlijk wel de verwachtingen een beetje managen. En niet zorgen dat je dwars door de organisatie heen loopt. Zorgen dat je het met anderen samen doet. En als je dat gedaan hebt, terugkijken en leren. En dan elke keer de vraag stellen, was het nou op incidentniveau? Was het eenmalig? Was het echt een structureel probleem? Of zijn we heel langzaam maar zeker aan het ontdekken dat we echt fundamenteel iets anders moeten met deze organisatie? Mijn advies is dus heel simpel. U kunt leren van klachten door op 3 niveaus tegelijkertijd aan de slag te gaan. Op het niveau van incident, probleem en echt fundamentele vraagstukken. Dat doet u door lol te maken. Te luisteren, oplossen en leren. Als u die inzichten toepast in uw organisatie, dan gaat uw organisatie vanzelf beter presteren. De OMOEC, waar is de overheidsmanager van, is gebaseerd op het essay en de reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0. Daarin dacht Wieberen Jorritsma al mee over dit onderwerp. Kijk op omoek.nl en praat zelf ook mee.